april. Het zonnetje schijnt weer lekker. Ik ben eventjes de beentjes aan het strekken. Vandaag een werkdag gehad. Maar helaas ben ik de maand snot verkouden geworden. Snip verkouden, snot verkouden. Verkouden. Ja, ik zie hier een paar mooie gantjes. Ja, dus dat is een beetje jammer altijd. Wellicht kan je het ook aan mijn stem horen. Er staat ook een behoorlijk windje. Dus ja, wellicht ben ik sowieso niet zo goed te horen. Maar nee, we gaan er weer een nieuwe leuke maand van maken. Leuk dat je kijkt. Ik laat jullie weer even zien hoe ver ik ben met mijn mini granny dekentje. Ik ben nu bezig met de derde rij. Ja, de banen zijn nog niet lang genoeg. Ik ben op een gegeven moment gestopt omdat ik het leuker vond om dan nog een extra baan eraan te maken. Zodat je net wat meer ziet hoe de kleuren zeg maar worden. In plaats van dat je een hele lange rits gaat maken. Zoals ik jullie in de vorige vlog liet zien, heb ik allemaal leuke kleine minis van VCMJ Knitwear. Die heb ik gekocht tijdens het haakfeestje. En met die kleine minis kan ik weer hartstikke leuke kleine crannies maken. Ik heb er verschillende tussen zitten. Dit is van de kerstsjaal, zigzag sjaal. De Mille Colori is dat. Dit is van de sokken die ik nu laatst af heb gemaakt. Het is voor mij niet echt een memory blanket, maar echt puur gewoon leuke scrappy deken gaat het worden. Is het allemaal leuke. Dit is ook eentje die in het zakje zat. Dit is deze. Oh. die ziet er hier nog heel anders uit. Maar die gaat straks nog een beetje oranje krijgen en groen. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Dus hartstikke leuk. Iedere dag. Niet iedere dag. Ik probeer er iedere dag eentje aan vast te maken. Maar ik moet zeggen, dat lukt nog niet helemaal. Maar hij is wel heel leuk aan het worden. Ik ben er heel blij mee. Goedemorgen. Ik ben er weer. Ik ben even een week helemaal van de kaart geweest. Ik ben hartstikke ziek geweest. Echt dikke griep te pakken. Ik sprak het vorige stukje in. En ik dacht, ja, ik heb gewoon een verkoudheid. Er is niet zoveel aan de hand. En die nacht ben ik echt super ziek geworden. Ik heb koorts gekregen en ik lag er helemaal af. Dus ik heb even een week niks gedaan, niks gevlogd, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel gehandwerkt, minimaal hoor, want de eerste paar dagen trok ik dat sowieso ook niet, of nauwelijks. En lag ik eigenlijk alleen maar op bed te slapen. Dat was vooral de eerste 2 dagen. En daarna was het ook nog wel 2 dagen een beetje op bed. Wel een beetje rondlopen, maar ook nog steeds veel op bed. En even kijken. Het is nu woensdag. Ik ben gisteren en eergisteren weer gaan werken. Super druk op werk. Dus, dus het was gelijk lekker doorpakken. Maar ja, goed. Op zich ging het allemaal prima en gaat de tijd ook wel weer lekker snel, dus dat was goed. Ik zit alleen nog helemaal vol. Ik heb hier bij mijn bijholtes nog snot zitten en dus ik heb nog een beetje een zwaar hoofd en een verstopte neus, dus dat zal je ongetwijfeld horen. Maar ja, goed, weet je, ik wil jullie sowieso weer wat vertellen, want ik ben al eventjes met deze bezig en ik heb jullie hier nog helemaal niks over verteld. En ik heb echt zin om hier even wat meer over te zeggen. Dus ik denk, joh, ik ga gewoon filmen en ik zie wel hoe ver ik kom en wat jullie ervan kunnen verstaan. En misschien moet ik af en toe even stoppen om mijn neus te snuiten, maar goed, dat zien we dan wel weer. In mijn vorige vlog hebben jullie kunnen zien dat ik een heel leuk pakket heb gekregen van Langyarns. Daar zaten onder andere deze bollen in. Deze lichtroze Wool Addicts Bliss. En deze, ik kon het labeltje even zo gauw niet vinden, maar deze is van Langyarns en dat is de Secret Garden. Nou, fantastische bollen. Ik heb even naar de samenstelling gekeken en het is dezelfde samenstelling. Het is ook dezelfde soort koordje, zeg maar. Dus ik heb ervoor gekozen om die bollen te combineren. 2 roze en 2 gekleurde.
Het is van dat verloopgaren. En ja, ik heb besloten om daar een leuk zomertopje van te maken. Ik zat te denken, mijn Secret Garden with Bliss top of zoiets. ja, en zover ben ik op dit moment. Wat heb ik gedaan? Ik ben... ja, laat ik even zo zeggen. Ik heb even zitten kijken naar een patroon. Waar ik een beetje achter ben gekomen is dat ik het moeilijk vind, lastig vind nog. Moeilijk is misschien wel een heel sterk woord, maar ik vind het nog lastig dat als ik al garen heb, om daar dan vervolgens een patroon bij te zoeken. Normaliter. Ja, meestal is het zo dat je een leuk patroon ziet. Je kijkt wat voor soort garen erbij hoort en daar stem je het op af. Hè? Ik bedoel, het hoeft niet altijd precies dat garen te zijn. Maar je kan wel zeggen van, oh ja, ik heb fingering weight nodig. Zoveel meter, zoveel gram. Prima, ik ga daar naar kijken. Ja, in dit geval is het dus andersom. Ik heb dit garen en ik heb een beperkte hoeveelheid. Dus dat speelt ook nog mee. En om dan een patroon te zoeken, dat vind ik echt lastig. Ik weet niet of jullie je daarin herkennen. En ja, misschien is het leuk als je daar tips voor hebt. Of als jij een bepaald maniertje ervoor hebt. Of wat dan ook. Dan ja, zou ik leuk vinden als je daarop kan reageren. Ja, dus wat heb ik gedaan? Ik dacht, ik ga weer terugpakken naar mijn vertrouwde patroon. Ik heb inmiddels een basis voor mezelf. Waarbij ik... uit een ander patroon het aantal steken weet op te zetten voor de halslijn. Ik kan er zelfs nog mee spelen, want ik kan een halslijn kiezen voor mijn maat, maar kan ook een grotere halslijn kiezen, zoals ik gedaan heb bij de die gestreepte trui met de Langyarns Amira bollen, Amira Light. Ja, maar ik heb dus bij deze gekozen om gewoon het aantal steken op te zetten voor mijn maat. En vervolgens heeft het patroon een raglan met 4 steekjes ertussen. Ik heb er dit keer voor gekozen om er 2 steekjes tussen te doen. Dus ik heb de overige 2 gewoon toegevoegd aan de vakken voor mouwen voor achter van de trui. En vervolgens ben ik gewoon in het rond, of althans, ik ben gewoon raglan gaan breien. En ik ben begonnen met alles in het verloopgaren te doen, dus in de Secret Garden. En vervolgens dacht ik, hoe leuk is het om er een beetje mee te gaan spelen. Dus ik heb bedacht om dan vanaf het splitsen van de mouwen, om dan strepen te gaan maken. Dus ik ben nu om en om... 8 toeren strepen gaan maken, afgewisseld met de Wool Addicts Bliss. En ik wil aan de mouwtjes, dit wordt de lengte van de mouwtjes. Ik heb hem eventjes gepast gisteravond. En dan heb je gewoon zo'n leuk kapmouwtje. En dan wil ik daar gelijk een roze boord aan. Dus net als hierboven. Wat betreft de boord, ik denk dat ik de boord nog even ga uithalen. Ik weet het niet zeker, want in eerste instantie dacht ik, ja, dit schiet niet op. Waarom niet? Ik brei het truitje op 3,5 mm naalden, deze. Dat zijn bamboe naalden. bamboe, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet waar het van gemaakt is. Nou ja, het zijn in ieder geval houten naalden. En mijn 3 mm houten naalden, of één van de 3 mm houten naald, is gebroken. Alweer een hele tijd geleden. En elke keer denk ik, oh ja, die moet ik even ofwel bestellen ofwel ergens kopen. En het komt er maar niet van. Dus ik heb eigenlijk niks echt daartussen. Ja, ik brei niet echt veel op dunne naalden, behalve dan sokken. Dus ik heb voor sokken heb ik 2,25 en 2,5. En mijn volgende stap is dus nu op dit moment 3,5, omdat mijn 3 mm gebroken zijn. In principe zou ik de boord met 3 moeten doen en dan vervolgens 3,5 voor het lijf. Maar dat had ik dus niet. Dus ik denk, nou weet je wat, ik probeer gewoon met de 3,5. Dus ik ben met de 3,5 ben ik gewoon de boord gaan maken.
En toen dacht ik, oh nee, dit wordt veel te los. Dit schiet niet op. Dus die ga ik achteraf wel eventjes uithalen en opnieuw maken. Dan koop ik in die tussentijd gewoon 3 mm. Maar nou paste ik hem gisteren. En ja, gek genoeg, het stoorde mij niet per se. Dus ja, ik heb nog even. Ik ga hem eerst even afmaken. En dan kan ik altijd nog bepalen hoe en wat. Maar dat bracht me wel op een idee. Want toen dacht ik, ja, voor de mouwtjes, daar kan ik misschien wel iets anders proberen. Dus daar heb ik, even kijken, mijn 2,5 mm naalden gepakt. En dat is precies, ja, hoe zeg je dat? Het aantal centimeters, zeg maar, voor de omtrek van mijn mouwtje. Dus ik hoef ook niet met Magic Loop te breien. En dit is eigenlijk voor het eerst dat ik dit probeer. Ik heb er eigenlijk niet eerder aan gedacht, omdat ook qua naalddikte het niet altijd even goed uitkwam. Maar ja, in dit geval dacht ik, hey, ik heb nog die 2,5. Het scheelt wel een hele maat. Maar wie weet. Dus ik ben begonnen en dat gaat eigenlijk prima. Ik heb nog maar een klein stukje gedaan. Ik wilde het eventjes uittesten. Want ik heb nu niet, zeg maar, geminderd. Dus de omtrek heb ik nu niet geminderd. En ik twijfel daar een beetje over. Want ik wil natuurlijk niet dat het hier te strak zit. Maar ik wil ook niet dat het echt zo'n opstaand kapmoutje is. Hè? Ik wil eigenlijk dat het een beetje bolt. En dan gewoon het boordje. Dus mijn vermoeden is dat ik dit nog wel even opnieuw moet doen. En dat ik dan dus wel iets moet minderen. En dan het boordje. Maar ik moet zeggen, de 2,5 mm is echt perfect. Dus ik denk. Ja, ik denk dat ik dat voor de hals ook ga doen. Ik denk het. Maar ik twijfel nog. Wat zou jij doen? Nee, ja. Dus ik ga even kijken hoe ik dat doe. Nou, en dan beneden. Ondersteboord. Ik ga nog heel eventjes door met een paar strepen. En dan eindig ik uiteraard ook weer met een roze boord. En die wil ik, als het goed is, wat breder maken. Dus wat langer. Dus dat het echt een beetje. Want ik ga ook niet minderen. Ik ga geen shaping aanbrengen. Ik ga gewoon recht breien. En dan uiteindelijk dat het dan zo. En dat het dan in één keer ook weer iets opbolt, zeg maar. En dat je dan het boordje hebt. Het is allemaal in mijn hoofd. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Ik ben gewoon een beetje aan het wingen. En kijken hoe het uitpakt. Het is wat dat betreft makkelijk ja, weer aan te passen. Want ik doe niks bijzonders dan alleen maar recht breien. En ja, ik kan het zelfs nog per streep uithalen. Omdat dat natuurlijk elke keer een nieuwe kleur is. En ik breek de draad dan af. Dus ja, ik kan hem eventueel nog per toer uithalen. Nou ja, mocht dat nodig zijn. Ja, het mouwtje kan ik natuurlijk ook gewoon aanpassen. Dus ja, ik ga het gewoon zien. Ik ga eerst eventjes kijken hoe ik met de lengte uitkom. En ja, dan denk ik dat dat een heel leuk zomertopje wordt. Sorry, gaat worden. Het garen is echt extreem zacht. Echt extreem zacht. Het is, even kijken, 84% katoen en 16% polyamide. En dat vind ik wel fijn, want daardoor blijft het katoen beter in shape. Ik weet dat er heel veel zijn die liever geen synthetische stoffen hebben. Ja, ik in principe ook niet. Als in zijnde dat ik wel altijd bewust wil zijn van het gebruik van plastic en dat soort dingen in het algemeen genomen. Maar ik ben niet zo dat ik dat helemaal uitsluit. Nogmaals, zo gezegd, vind ik dat veel kledingstukken veel beter in shape blijven als er iets van ja, polyamide nylon in zit. Dus ja, dus ik heb echt wel goede hoop op dat dit mooi blijft en goed blijft, ondanks dat het katoen is. Ik heb een ander zomertopje, die heb ik gemaakt. Van Knitting for Olive. En dat is dan 50% merino, 50% katoen. Hij is ook al best wel al een beetje oud. Maar ik merk ook wel dat garen ook wel qua kleur best wel een beetje flats begint te worden. Echt wel een beetje versleten begint te raken.
Ja, en dat vind ik dan toch altijd wel zonde. Het zijn ook zeg maar best wel kwaliteitsgarens. Qua prijs is het ook altijd best wel ja, niet goedkoop. En als het dan toch vrij snel lelijk wordt, dan vind ik dat echt altijd het grootste minpunt. Dus ik probeer altijd wel heel goed te kijken naar ja, wat is het voor kwaliteit en wat doet het? En ja, met wol kan je eigenlijk niet echt heel erg de plank misslaan, denk ik. Alhoewel je natuurlijk wel hebt dat sommige wol extreem gaat pillen en het daardoor wat lelijker uit gaat zien. Maar als je het hebt over katoengaren, dan ben ik daar wel wat kieskeuriger in. Omdat katoen toch wel vaak een beetje de neiging heeft om ja, een beetje versleten te raken. Een beetje flats, een beetje, ja. Ja, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. ja, dus ja, met katoen vind ik het altijd heel interessant wat gebeurt er als ik het een paar keer was. En vooral ook het model, hè, gaat het heel erg lubberen, gaat het uitlubberen. Dus ja, ook zo met dit truitje ben ik heel benieuwd wat het gaat doen. Het is lekker weekend en ik sta op het punt om lekker met mijn vriendinnetjes een terras te gaan pakken. En strakjes lekker een hapje te eten. Ik heb een nieuw shirtje aan met een leuk ja, glittertje erin. Ik weet niet of je het kan zien. Er zit een soort zilverdraadje doorheen met een hemdje eronder. En een donkere spijkerbroek heb ik aan. Dus ja, wij duiken zo lekker het terras op. Maar ik wilde jullie nog even mijn vestje laten zien. Ik ben er nog niet helemaal mee klaar, want ik ben nog de draadjes aan het wegwerken. Het is altijd zo'n lekker klusje. Maar de knopen zitten erop. En oh, ik vind het zo leuk geworden. Ik wil het jullie even laten zien. Kijk. Even die draadjes. Zo. Kijk. Leuk, hè? Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind echt dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ja, ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Het is een beetje lastig op. Ja, zo zie je het. Ze zijn mooi parelmoerachtig. Het is ook echt gewoon een schelpje. Dus kijk, je ziet het aan de achterkant. Wacht, ik maak hem heel eventjes los. Even zien hoor. Kijk, zie je? Hier zie je nog zeg maar een stukje schelp. En dit is dan de voorkant. Die zijn mooi glinsterend. Ja, ik moet het allemaal nog goed vastzetten. Ik heb het er nu alleen heel eventjes doorheen gehaald. En ja, ik moet alle draadjes dus nog wegwerken. Wat ik heb gedaan is dat ik er elke keer vier ribbeltjes tussen heb gedaan. Behalve de onderste. Daar zijn dus drie ribbeltjes. Ja, dat komt een beetje omdat ik dan niet helemaal uitkwam. Ik wilde per se dat deze hier zat, want dat is dus op het punt van mijn borsten. En ja, ik wilde die dus niet hoger hebben, want dan, ja, dan vind ik dat dan weer niet zo mooi zitten. Dus ik heb ervoor gekozen om dan die onderste maar ietsjes korter op elkaar te doen. Ik denk dat als je het gewoon draagt, dat je daar niet zo heel veel last van zult hebben. Of tenminste, dat het niet zo zal opvallen. Ik ga hem nog niet aantrekken. Dat ga ik doen als hij echt helemaal geblokt en klaar is. Maar hij is wel echt heel leuk. Hij is echt heel leuk. Dit is de beetje zeegroene kant. En dit is de jeansblauwe kant. Ja, ja, ik ga hem blokken. Ik ga de draadjes wegwerken en dan ga ik hem aantrekken. Hier fiets ik in de binnenstad van Den Haag. En ik word hier zwaar afgesneden door een auto die gewoon doorreed terwijl ik groen had. Maar ja, dat is het centrum van Den Haag. Ik fiets hier over de Prinsengracht en ik ben bijna bij de Grote Markt waar ik afgesproken heb met mijn vriendinnen. En op de Grote Markt zie je straks aan de linkerkant Haagse Harry, het bekende beeld van Den Haag. En ja, dan begint het plein met alle gezellige restaurantjes en winkeltjes. En ja, hier heb je een kijkje van hoe dat er precies uitziet.
We gingen met de meiden een leuk uitje ondernemen en kozen voor Secret Pingpong Room. Zoals je kan zien is het een soort man cave waar je gezellig een potje kan pingpongen en een lekker cocktailtje kan drinken. En na afloop gingen we lekker een hapje eten bij de Italiaan en konden we weer lekker bijkletsen. Heerlijk! Het mag dan wel april zijn, maar het is nog super koud. En dus heb ik mijn Hiva Spencer aangetrokken. Ik vind het nog steeds zo'n fijn en veelzijdig kledingstuk. Het is gemaakt van ongesponnen wol van Plotilopi. Of althans, het is van Istex. En het garen is Plotilopi. En ik heb hem vandaag aan met een blouseje. Mouwen zijn wat dunner en hier houdt het me heerlijk warm. En ik heb een leuke nieuwe flarebroek aan van Costus die ik via Vinted heb gevonden. Ik ben even benieuwd of jullie ook via Vinted shoppen, want ik vind het echt super leuk om er lekker tussen te neuzen en pareltjes uit te zoeken. Dus ja, dat is mijn outfit voor vandaag. Wat ik vandaag nog meer ga doen, wat ik op de planning heb, is mijn vestje blokken. En dat ga ik doen met dit blokje lanolinezeep. Het is van Sheepish Grins. De meeste van jullie kennen wel de vloeibare wolwasmiddels. Ja, dat wordt toch wel het meest gebruikt. Ik gebruik eigenlijk al een hele tijd dit blokje. En hoe gebruik je dat nou? Je kan het blokje, als je het kledingstuk in een teltje gaat doen, zoals ik van plan ben met mijn vestje, dan doe je dat blokje, haal je er doorheen. Je haalt het een beetje door je handen totdat het water lekker gaat schuimen. En dan kan je het kledingstuk onderdompelen. Maar je kan dus ook dit blokje, en daarom heb ik het ook in het bewaar ik het in het maatbekertje. Je kan het in een bekertje doen. Daar doe je heet water op. Dan wacht je totdat het een beetje is opgelost. Niet het hele blokje natuurlijk, maar gewoon een bepaalde hoeveelheid. En vervolgens giet je het in de wasmachine. En dan kan je je wolwasje doen, zoals ik dat bijvoorbeeld doe met mijn sokken. Die doe ik niet met de hand, die doe ik gewoon in de wol, of op het wolprogramma van mijn wasmachine. En daar giet ik wat van dit goedje bij. En dat gaat eigenlijk helemaal prima. Dus ja, ik ga zo meteen mijn vestje onderdompelen en dat ga ik jullie laten zien. We zijn een avondje naar de stad en ik heb een nieuw visje aan. Ik word er super blij mee.
Het is al avond, dus vandaar even het lamplicht. Maar ik wil even mijn truitje passen. En ik denk, ik ga dat even samen met jullie doen. Ik moet alleen even voorzichtig zijn, want hier in het mouwtje heb ik dus ook een naaldje zitten. Ik weet niet hoe jullie dat altijd vinden, maar ik vind dat passen tussendoor vind ik altijd wel lastig hoor. Oh yes. Kijk. Oh, hij zit super goed. Oh, daar ben ik echt heel blij mee. Hij zit hier wel wat wijd. Nou ja, wijd wat losser, maar dat vind ik altijd wel fijn. Dit is nu, ja, ik weet niet of je het goed kan zien, maar hij zit nu ongeveer in mijn taille. Dus ik ga nog een klein stukje door. Ik denk dat ik nog twee keer een... ik heb zeg maar deze banen, die zijn 8 toeren. 8 toeren, roze 8 toeren gemêleerd. Dus ik denk dat ik nu nog 1 keer van allebei een baan doe. En dan wil ik een wat bredere boord met het roze maken. Dus dan, dan gaat het helemaal goed komen. En dit wordt dus de maat van de mouwtjes. En hier komt dus alleen nog maar een boordje, net als hier. Ja. Super. Ja, hier heb ik dus die naald erin zitten. Dus ik hoop dat het goed gaat met uittrekken. Maar heel blij mee. Ja, oh en hij is zo lekker zacht. Het is echt niet normaal. Ja, meestal zien jullie mijn andere kat op de video. Maar dit keer komt deze even gezellig buurten. Gaan ze ook bij jullie wel eens op het werk, haakwerk of breiwerk zitten? Deze doet dat niet, maar mijn andere kat, die huidt echt van wol. Maar die is wel heel kieskeurig. Ik heb daar wel eens wat over gedeeld. Sterker nog, toen ik mijn vorige versie van de Colorblock Chloe Carding ging maken. Oh, ik blijf het echt een godnaam vinden. Toen werkte ik met Knitting for Olive, de merino wol. Nou, niet bij weg te slaan. Echt, ik had een mandje naast me waar de bollen in lagen om uit te werken. Nou, maakt niet uit. In het mandje, op de bollen, op het breiwerk of haakwerk. Het maakt hem niet uit. Hij ging er helemaal in wrijven. En dat was zo grappig om te zien. En volgens mij mijn Hiva Spencer ook staat me bij. Dat is natuurlijk al helemaal van dat echte wol. Zie je? Daar gaat ze heel lekker op mijn vetje. Oh, is er van haren zo? Ja, overal die kattenharen. Ja, dat doe je niks aan als je huisdieren hebt. Maar normaal gesproken gaan ze lekker naar buiten. Maar goed, dat is nu natuurlijk... dat is toch echt verschrikkelijk. Ik denk dat het weer op dit moment het meest besproken onderwerp is. Althans in Nederland. Het is echt... Nu schijnt het zonnetje, dan denk ik, oh ja, ik had nu misschien wel even in de serre kunnen zitten. Maar ja, over 2 seconden kan de hagel keihard naar beneden komen. Ja, en als ik dan in de serre zit, dan, dan verstaan jullie echt geen woord van. Dus ik ga maar weer even hier zitten. En ik heb vertrouwen dat we binnenkort weer lekker ofwel buiten ofwel in de serre kunnen zitten. Maar goed, ja, het einde van de maand nadert. En dat betekent dat ik eigenlijk alweer deze vlog met jullie ga afsluiten. Niet voordat ik natuurlijk over deze heb gesproken. Oh yes, hij is klaar. Het heeft wat langer geduurd dan ik had gehoopt of verwacht. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom dat hij lekker klaar is en dat ik hem kan gaan dragen. Ik zal even met jullie vanaf het begin beginnen. Het patroon is van Liefs van Suus. En ik heb dit patroon al eens eerder gemaakt. Dat heb ik op zich al vaker verteld. Ik ben dat vestje kwijtgeraakt. Niks aan te doen. Toen bestelde ik dit garen. Dat is de BC Garn Bio Shetland. Die bestelde ik via de webshop van Ginger & Thyme. En toen ik dat garen binnenkreeg, toen dacht ik... Ah, dit draadje komt me heel bekend voor. Het is heel dun. Ja, ik ben dus niet zo heel goed in die garendiktes benoemen. Maar ik denk dat dit light fingering is. Want sokkenwol is fingering. Dus ik ga ervan uit dat dit light fingering is. Want het is dunner.
En het leek dus heel erg, het voelde precies als het garen van Knitting for Olive, die ik dus vorige keer gebruikte voor het vestje. En dat bracht me op het idee van, nou, ik ga gewoon het vestje nog een keer maken. Dus ik ben begonnen aan het patroon. Wat ik fout heb gedaan en wat ik bij het eerste vestje niet fout had gedaan, maar bij het eerste vestje was ik een testhaakster. En dan ja, ben je wat intensiever met het patroon bezig. En nu dacht ik, oh, ik weet wel een beetje hoe het moet. Dus ik ging wat meer op gevoel af dan dat ik echt het patroon heel erg aan het volgen was. Althans, ik heb nog steeds wel het patroon gevolgd, maar nou ja, toch is dat dan anders. Nou, en wat heb ik gedaan? Je gaat eerst zo'n hexagon haken. En je moet dus eigenlijk, en dat is überhaupt ook met een granny square of een hexagon of wat dan ook, moet je eigenlijk elke toer van kant wisselen. Dus ik weet niet of ik het goed kan zeggen, maar je haakt zeg maar één kant op. En als je dan weer bij het beginpunt bent, dan keer je het werk om, zodat je dus de verkeerde kant van de stokjes voor je hebt. En dan ga je nog een toer maken. Dan draai je hem weer om, zodat je elke keer om en om per toer eigenlijk de goede kant en verkeerde kant, goede kant, verkeerde kant hebt. Nou, dat zorgt er niet alleen voor dat de voor- en achterkant hetzelfde zijn, maar dat zorgt er ook voor dat jouw hexagon of granny square niet gaat trekken. Als je één kant op gaat, dan heb je de kans dat dat op een gegeven moment een beetje scheef gaat trekken. Nou, dat is op zich iets wat ik echt wel weet. Ik haak een jaar of 12, 13 inmiddels. Intensief dan. Ik heb eerder gehaakt, maar die laatste 12, 13 jaar haak ik echt gewoon intensief. En dat zijn wel van die dingetjes, die weet je op een gegeven moment wel. Nou, schijnbaar kan je nog steeds oblivious zijn. Ik weet even niet het goede woord. Maar ja, heel stom. Ik ben dus wel in het rond gaan haken. Nou, op een gegeven moment was ik al best wel ver met één zo'n pand. En toen dacht ik, ja. Moet ik het nou wel weer gaan uithalen? Het is toch ook wel een beetje van die wol. Het is wat stugger, het is wat dunner. Ik merkte dat als ik af en toe even een stukje terughaalde, omdat er een haar tussen zat of zo, merkte ik al dat het wat lastig losging. Dus ik had zoiets van, nee, ik ga dit niet uithalen. Ik ga gewoon door. En volgens mij valt het scheeftrekken wel mee. En als ik het eenmaal in elkaar zet, dan zal het zichzelf denk ik wel vereffenen. Maar wat ik even niet in de gaten had, en dat zie je gelukkig na het blokken dus niet meer zo goed, maar wat je voor het blokken echt heel goed zag, is dat als je eenmaal die twee vakken hebt gehaakt, dan moet je ze aan elkaar gaan maken. En dat doe je op zo'n manier dat je hier tussen nog wat extra ruimte maakt voor je nek, voor je rug. En dat doe je door aan iedere kleur nog even wat extra toeren te haken. Maar je raadt het al, die toeren doe je natuurlijk wel heen en weer. En dat betekent dus dat die anders waren dan mijn elke keer aan de goede kant gehaakte hexagon. Dus ja, ik weet niet of je het nu goed kan zien. Ik zal misschien iets dichterbij gaan. Ja, ongeveer hier zie je dus de banen lopen waar ik heen en weer ben gegaan. En hier zie je dus dat ze allemaal ja, hetzelfde zijn. Ja, niks aan te doen. Toen het dus nog ongeblokt was, toen zat ik echt wel even flink te balen, want toen zag je het echt heel goed. Maar gelukkig na het blokken is dat redelijk weggetrokken en heb ik het idee dat dat nu niet echt iets is wat opvalt op het moment dat je het niet weet. Dus dat is een pluspunt. Nou, wat heb ik verder veranderd? Ik heb het vestje, ik dacht, iets korter gemaakt. Zodat ook de mouw iets eerder stopt. De andere mouw die was iets te. Ja, wacht, moet ik het even goed zeggen? Was het nou dat ik. Ja, volgens mij ben ik iets eerder gestopt.
Wat ik zeker heb veranderd is de breedte van de boord. Ik heb dus hier het mindere heb ik dus strakker gedaan dan het patroon aangeeft. Dus ik heb vorige keer echt het patroon gevolgd. En toen was de boord vrij los, vond ik. En toen had ik hem eigenlijk nog niet eens geblokt, staat me bij. Dus, en ook niet zo heel vaak nog gedragen. Dus ik denk dat als ik dat uiteindelijk langer was gaan dragen, dat dat echt wel heel erg zou zijn gaan lubberen. Dus ik heb hem hier besloten strakker te maken. Of althans, de steken wat meer te minderen dan aangegeven. En dat heeft goed uitgepakt, want de mouw is nu echt. Ja, ik zal het even laten zien zo. Die zit nu gewoon heel mooi. Hij is al wat losser geworden sinds dat ik hem nu een keer of twee, drie heb gedragen. Maar en haar. maar goed, ik ben er heel tevreden over. Dus dat heeft echt weer heel. Dat is echt een aanpassing waar ik het meeste blij mee ben. En ik heb dit keer de halsboord gemaakt. Vorige keer had ik garen tekort. Ja, ik weet nu zeker dat het vestje groter was, want ik kwam dus garen tekort. Ik had meer in het lijf zitten. Die mouwen waren dus iets wijder en ik had niet meer genoeg voor de halsboord. En ik had al bijbesteld en toen dacht ik, nee, ik ga niet weer bijbestellen. Ik ga hem gewoon los laten hangen en dan is het gewoon een vestje wat los hangt. Wat ook prima was en geen probleem. Maar nu kon ik hem dus wel met boord maken. En dus knoopjes kiezen. Ja, en ik moet zeggen dat dat ook wel echt leuker is dan ik nog dacht. Ik heb hem tot nu toe eigenlijk alleen nog maar dichtgedragen, niet eens open. Ik denk dat als het wat lekkerder weer is en ik heb er gewoon een t-shirtje onder, dat ik hem dan lekker zo open kan dragen. Maar voor nu heb ik hem eigenlijk elke keer met dichte knoopjes gedragen. Ja, en dat bevalt ook echt super goed. Dus ja, ik heb er een heerlijk vestje bij. Ik ben er erg blij mee. Ik ben ook bijna klaar. Nou ja, bijna klaar. Ik ben al goed op weg richting het einde van mijn. Ja, ik noem het mijn Secret Garden with Bliss top. Die ik maak van de bollen die ik heb gekregen van Langyarns. De ene Secret Garden, de ander Bliss van Wool Addicts. En ja, dat is echt een truitje die onwijs leuk gaat worden. Die nog leuker uitpakt dan dat ik had gedacht. Hij is wel naar vrij inzicht. Ik volg dan geen patroon. Het is gewoon ja, van een ouder patroon heb ik de steken voor de halslijn gekopieerd. En verder heb ik eigenlijk mijn eigen receptje erop toegepast. Dus daar zal ik de volgende vlog weer meer over vertellen. Ja, en verder heb ik eigenlijk niet echt dingen nu staan die ik zo heel erg op mijn planning heb. Ik heb wel een paar ideetjes. Ik wil sowieso weer sokken opzetten. En ik heb wel een ideetje om iets met Granny Squares te gaan doen. Maar ik moet nog heel even uitwerken hoe ik dat precies ga doen. Dus ja, volgende vlog zal ik daar waarschijnlijk weer meer over vertellen. Nou ja, op dit moment ja, is het einde van de maand en gaat de vakantie bijna beginnen. Dus oh, daar hebben we ook heel veel zin in. De kinderen zijn er ook lekker aan toe. We gaan nog een paar dagjes weg. Dus althans, dat is wel de bedoeling. We hebben nog niks geboekt, maar we willen daar een paar dagen tussenuit. Dus ik denk dat ik jullie daar de volgende vlog ook in mee zal nemen. Ja, en dan lijkt het me leuk als jullie daar volgende maand weer bij zijn. Bedankt voor het kijken. Doeg!